10 voor 9 en ik ben niet op mijn werk. Oh, stoute maloes. Nee, het is niet stout. Ik ga met de klas van Matteo naar het Verzetsmuseum. Het is vandaag heel erg warm. Nu al, het wordt denk ik 30 graden of zo. En we gaan met de lekkere, met de klas door Amsterdam banjeren en zo. Nou, hartstikke leuk. Mark is een dagje thuis. Zoals jullie gisteren hebben gezien, ging hij naar het ziekenhuis. We hebben nog niet verteld hoe het ging verder, Mark. Wat de verdict was. Sorry? Je hand. Waarschijnlijk is hij niet gebroken, maar gewoon flink gekneusd. En ik kan nu ook weer dit doen. Dat is meer dan gisteren. Dus het is een kneuzing, niet een flinke kneuzing, denk ik. Ja. Was je verbaasd? Ja. Nee, maar als ik denk dat als het flink gekneusd was, denk ik dat je dan niet zo de volgende dag kan doen. Dat is wat ik bedoel. Dat is al, ik ben al bij. En hij is bruin. Het is een bruine hand. Ja, want we zijn gisteren lekker op het strandje geweest. Toch? Ik ben niet verbrand dit keer. Maar heb je wel ook al iets ingenomen, of niet? Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik ga geen paracetamol nemen als het niet hoeft. Oké, nou prima. Dus, maar goed, toen we gisteren dus nog niet wisten en hij nog heel veel pijn had, had hij al zijn werk, zeg maar, geappt. Of hij heeft een persoon geappt. Dat hij thuis zou werken, dus nou ja, dat is prima. Ik denk dat hij morgen gewoon weer naar zijn werk gaat en... Hij is nu thuis en dat komt een heel klein beetje goed uit. Want Mika zou alleen lunchen vandaag. En nu is Mark er. Dus dat is alleen maar leuk. Dus, ik zie jullie zo direct weer. Ik neem de camera niet mee, denk ik. Want dat is, ik weet het niet. Want het is zo zwaar en zo. Nou, ik ga wel even bedenken of ik hem wel of niet meeneem. En daar ben ik weer. Daar was ik weer. En de hele dag heb ik niet gevlogd. Het is 8 uur. En oh, er hangt gewoon iets plasticsachtigs. Ik denk, wat is dit nou? Hartstikke leuk. Anyway, nou, ik had wel de vlogcamera meegenomen, maar ik had zoiets van, nou ja, ik ga niet vloggen met al die kinderen. Dat zijn allemaal van die pubers van 12 jaar en dat gaat gewoon echt helemaal niet goed. We zijn naar het Verzetsmuseum gegaan en hebben daar een schoolprogramma gevolgd. Superleuk, echt gewoon weer goed geregeld. Ik hou van die schoolprogramma's van die musea, echt waar. En om 1:15 waren we thuis. Toen was ik echt best wel moe. Het is heel erg warm vandaag. Over de 30 graden. Dus ik was best wel heel erg moe. Toen probeerde ik eventjes op de bank te liggen, maar dat lukte niet. Dan gaat weer de deurbel of dan komt er weer een kind binnen of weet ik veel wat allemaal. Dus ik denk dat ik vroeg naar bed ga vandaag. Even kijken, heb ik nog interessante dingen te melden? Wat hebben we gedaan? Oh ja, ik heb stoelen gereserveerd in het vliegveld. En dat kost geld. Je kan het ook gewoon 24 uur van tevoren doen. Maar tegenwoordig, weet je, als je het niet doet, dan ben je er niet zeker van of je naast elkaar zit. Toen mijn moeder en ik op vakantie gingen naar Costa Rica zaten. Dus die hele vlucht niet bij elkaar. Dus we hebben er geld voor betaald. Om gewoon in ieder geval zeker te zijn dat we met z'n vieren zaten. Nou zitten we op de heenweg. Zeg maar, we hebben we gaan op de heenweg eerst naar Zurich. En van Zurich naar San Francisco. En ik heb alleen op de lange vluchten heb ik extra geld betaald. En op de heenweg zitten we gewoon met z'n vieren, zeg maar, in zo'n tussenrij. En op de terugweg hebben we voor Mark extra beenruimte. En wij zitten dan achter hem met 3 plekken. Dus dat heb ik gedaan. Wat heb ik verder nog gedaan vandaag? We hebben er net gewandeld. En ik heb serieus hele warme voeten. Echt, die schoenen die worden niks. Ik heb ook nog wandelschoenen van mijn tante gekregen. Daar heb ik, nou Costa Rica, noem ik weer Costa Rica. Die heb ik aangehad toen ik in Costa Rica was. Dus ik denk dat ik die gewoon meeneem. Ik ben er gewoon zo vreselijk klaar mee. Sowieso in de steden en zo ga ik op mijn Vans lopen. Of misschien wel mijn sandaaltjes. Maar als we echt wandelingen gaan maken, dan moet ik stevige schoenen. Nou, dat zijn goede stevige schoenen. Maar die schoenen die ik heb gekocht bij de Decathlon, die zijn gewoon niks. Heel erg jammer. Matteo die vindt ze prima zitten. Mika vindt ze prima zitten. En bij mij gaat het gewoon niet. Dus ja, jammer dan. Even kijken. We hebben er net dus even gewandeld. En ik voel echt mijn voeten een beetje branden. Dus ja. Net hebben we ook even niet zo leuk nieuws gehoord. En het zat er al wel een heel klein beetje aan te komen. Maar goed. Verder is er ook nog niks gebeurd hoor. Maar de vader van mijn vriendin. Die heel ver weg woont. Die is heel erg ziek. Die is al een tijdje heel erg ziek. Maar het gaat gewoon steeds slechter. En dat is gewoon heel naar nieuws.
En waarschijnlijk gaat het zo slecht dat ze binnenkort weer naar Nederland komt. En nou ja, dan weet je het wel. En het is heel erg verdrietig. Het is gewoon iemand die ik al mijn hele leven ken eigenlijk. En waar ik hele leuke dingen heb meegemaakt samen met mijn vriendin. Dus dan gingen we elke keer naar hem toe. En dan gingen we allemaal hele gekke dingen doen. Dus ja. Dat is, het is verdrietig. Het is verdrietig. Ik wil er verder ook niet echt over uitweiden, geloof ik. Dus dat laat ik dan maar heel even zitten. Verder ga ik zo direct lekker douchen. En ik ga op tijd naar bed. Want ik ben gewoon moe. Door dat hele warme weer word je ook gewoon een beetje loom. En ik heb elke keer maar in mijn hoofd van, oh, in Amerika is het ook zo warm. Maar goed, dan is dat natuurlijk wel droge hitte. Dan gaan we naar de woestijn. Is toch net even iets anders dan hier in Nederland. Daar is het altijd gewoon heel erg klef. Word je snel zweetje en zo. Als het al boven de 25 graden is. Maar goed, verder ook niet erg. Want we kunnen er nu eventjes goed aan wennen. Met de kinderen gaat alles oké. Mika die gaat morgen, moet hij nog wat CITO's doen, geloof ik. En dan krijgen we ook eind deze maand, begin juli, denk ik, een pre-advies. Ik ga er toch van uit dat ze er eens een keertje mee komen. En voor de vakantie is alles gewoon geregeld. Dus in principe kunnen we gaan. En we hebben er heel veel zin in allemaal. We zijn ook heel erg nerveus. En we moeten nog wat dachten. We gaan nog niet. Maar de nervositeit die komt wel. Dus ik ga jullie gedag zeggen. En ik zie jullie morgen weer. Smile, feel pretty.